Nicky de Jager herdenkt overleden broertje, vandaag zou je 16 jaar zijn geworden. Nicky de Jager heeft veel te vroeg afscheid moeten nemen van haar jongere stiefbroer, Mikai. Hij zou vandaag 16 jaar zijn geworden, de Songfestivalpresentatrice herdenkt hem op sociale media. Vandaag zou je 16 jaar zijn geworden, schrijft Nicky op Twitter. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk, we missen je. De influencer verloor haar stiefbroertje aan 2018, Mikai leed aan een zeldzame vorm van kanker. Mikai's overlijden was voor haar reden met haar deelname aan Wie is de Mol te stoppen. 2018 is een rollercoaster van emoties geweest, na 2,5 jaar vechten verloor Mikai zijn strijd tegen kanker, schreef Nicky destijds op de website van Alpe d'Huez. Mikai heeft me geleerd om het leven ten volle te leven, en echt niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Hij leerde me moedig, onverschrokken en sterk te zijn, net zoals hij.